Voor Rusta, een tweede nederlaag tegen FC Den Bosch thuis. Ja, die zag ik 20 minuten voor tijd niet aankomen. Nee, ik ook niet. Ik zag er ook niet 5 minuten voor tijd aankomen, maar het gebeurt toch. Het gebeurt weer ons. Ja. Hoe verklaar je het feit dat er in de laatste pak een beetje 20 minuten opeens 3 tegendoelpunten verschijnen, terwijl er eigenlijk 17 minuten lang niet zo heel veel aan de hand was? Nee, we doen wanneer er wel de tweede helft waren, de betere de tweede helft. We kregen ook de betere kansen. De tweede helft maken 2 goede doelpunten. Alleen ja, de tweede goal wat we tegenkrijgen was een handsbal, wat ik heb aangekregen vanuit de videoanalist. Ja, het derde doelpunt geven we gewoon zelf weg, daar zijn we niet gefocust. De laatste minuut van de wedstrijd en je krijgt zo'n doelpunt tegen. Ja, dat kan en mag gewoon niet gebeuren, zeker thuis niet. Lijkt me iets om moedeloos van te worden. Ja, het is wel een behoorlijke deceptie, zeker als je zo die wedstrijd weggeeft. Ja. Wat vond je van het niveau, het algehele niveau van MVV deze wedstrijd? Ja, eerste helft vond ik dat redelijk, tweede helft ging dat beter. We kwamen beter in het spel, vooral met William en Anthony natuurlijk. Voor Tijmen was het vooral zoeken naar zijn mogelijkheden. Maar daardoor, door William en Anthony kwamen we ook beter in het spel en kwamen ook aan die kant, werden we ook gevaarlijk. Ja, dus dat was goed. Tweede helft was het beter. Dus tweede helft kregen we ook redelijk goede kansen. We maakten 2 fantastische doelpunten. Alleen we geven de 3 onnodig weg. Ja. Zit er zoveel verdreunen in een seizoen waar het veel tegen zit? Ja, ons zit er een beetje alles tegen. Maar goed, dit kan er ook nog bij. Ja. Nigel Bertrams valt uit begin van de wedstrijd. Is er al zicht op zijn situatie? Ja, het is een schouderblessure. Maar wat er nog precies is, weet ik niet. Dat moet nog blijken vanuit de medische staf. Dus dat weten we nog niet. Dus je weet niet of het een lange blessure wordt of hij nog terug in het seizoen? Dat weet ik niet. Zolang ik daar geen uitsluitsel heb gegeven van de medische staf, kan ik toch geen oordeel aan geven.